Oranje heeft afgetrapt en heeft dat gedaan met Sneijder en Van Persie. De rechterzijde wordt gezocht waar Kuyt niet anders kan onder druk van Simon Paulsen dan de bal terug te spelen op zijn eigen helft. Nog 45 minuten en dan zal Oranje toch de 0 van het scorebord hebben moeten gepoetst. Want de 0-0 hier zou toch een behoorlijke tegenvaller zijn voor het Nederlands elftal. Terwijl Van Persie nu voor in positie kiest en wacht op de lange bal van Heitinga. Die ook komt. Daar is Van Persie. Daar komt de doelman zijn doel uit. Van Persie komt bij de achterlijn aan. Moet nu een voorzet geven. Doelman als een haast terug. Van Persie moet de bal voor krijgen. Daar staat eigenlijk niemand. Komt nu wel bij de tweede paal. Oh, daar komen ze bij zijn eigen doel. Het is 1-0 voor Oranje omdat Simon Paulsen de bal in zijn eigen doel komt. Op die voorzet van Van Persie. Hij onder druk van Kuyt wil de bal daar wegkoppen. Maar hij kopt hem in zijn eigen doel. De linksback van AZ. En wat een geluk dan voor dit Nederlands elftal. Dat in de eerste helft zo matig opereerde. En nu met de voorzet van Van Persie in de eigen goal van Paulsen. Plotseling toch met 1-0 voorstaat. Ja, dan moet je ook geluk hebben. Dan moet je mazzel hebben. En wat een ontzettende pech voor de speler van AZ. Voor Simon Paulsen. Die de bal wil wegkoppen. Maar hem achter zijn eigen doelman in de verre hoek kopt. Ja, knullig, dom en ongelukkig. Maar Oranje staat met 1-0 voor. Kuyt, je kan heel veel van hem zeggen. Misschien de technisch niet beste voetballer is. Maar altijd zijn niveau haalt. Altijd een 7 speelt. Altijd met inzet speelt. En altijd zoals nu aangooibaar is. Hij speelt de bal niet al te makkelijk. Raakt de bal kwijt. Kan er dan toch van maken dat Avelay de bal kan overnemen. Via heel goed De Jong en Van Bommel komt de bal bij Sneijder. Sneijder aan de linkerkant van het veld is een ruimte. Maar die bal gaat naar Elia. Elia! 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 Nee, tegen de bal. Daar gaat hij! Yes! Het is afgelopen voor de Nederlands elftal. Het is de actie van Elia. Het is Dirk Kuyt die uiteindelijk, ik noem hem net, er altijd staat, er altijd is. Je kan altijd op hem rekenen. Elia scoort niet, maar Kuyt dus wel. 2-0. Nederland tegen Denemarken. De eerste 3 punten zijn binnen. En ik herinner de woorden van Gullit. Je hoeft niet goed te spelen. Je moet juist niet groot winnen. Is 2-0 mooi, Ruud? Ik denk van wel.